Het Oranje Fonds organiseerde op 11 en 12 maart 2016 samen met duizenden organisaties in het land NL Doet. De grootste vrijwilligersactie is dat van Nederland. NL Doet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag of een dagdeel de handen uit de mouwen te steken. De afgelopen 10 jaar zijn er maar liefst 40.000 klussen geklaard en hebben 1,5 miljoen mensen deelgenomen. NL Doet wordt ondersteund door het Oranje Fonds en het Koningshuis dient als ambassadeur van dit initiatief. Vandaag en morgen hebben we er 41 die we gaan bezoeken. En dat varieert van een enkele vrijwilliger tot flinke groepen. Dus er zijn heel wat honderden vrijwilligers weer bezig dit weekend. En daar gaan we graag naartoe. We zijn hier bij de Teerling. Wat is de Teerling? De Teerling is een Jeu de Boule vereniging, aangesloten bij de Nederlandse Jeu de Boule Bond. Een vereniging met 100 leden. Die spelen recreatief. En tevens spelen ze in clubverband en in teamverband officiële wedstrijden voor de Nederlandse Jeu de Boule Bond. En we zijn vandaag met NL Doet. Wat zijn de klussen die hier vandaag gedaan worden en door wie? Nou, we hebben vandaag 16 vrijwilligers van onze vereniging bereid gevonden om hier de hele dag te werken. Het allerbelangrijkste wat vandaag gebeurt is onze oprit. We hebben van de gemeente een heel nieuw hekwerk gekregen. Het ziet er schitterend uit, maar onze oprit moest aangepast worden. En dat wordt vandaag gedaan. En verder worden alle tafels weer geschilderd en alle banken worden weer in orde gemaakt. Het onkruid wordt van de buitenvelden afgehaald. En daar zijn we zo'n beetje de hele dag mee bezig. Een nieuwe oprit, een nieuw hek. Maar volgens mij komt er nog iets meer nieuws. Ja, er komt nog veel meer. We hebben een accommodatie die op dit moment bijna 30 jaar oud is. En daar is alles een klein beetje van versleten. De binnenbanen die we hebben, dat zijn er 6. Ten eerste zijn er te weinig met 100 leden. En ten tweede zijn ze door de Nederlandse Jeu de Boule Bond afgekeurd voor officiële wedstrijden. We mogen ze alleen nog maar gebruiken recreatief. Dat betekent dat we in de winterdag geen officiële wedstrijden spelen. Alleen in de zomerdag op onze 23 buitenbanen. En daarvoor zijn we al een aantal jaren bezig om ruimte te creëren in de vorm van een stukje grond van onze buren, de voetbalvereniging TEC. En er komt nu een nieuwe Jeu de Boule hal te staan, dat noemen ze een Boulodroom. En daar komt een nieuwe kantine in met 12 wedstrijdbanen. En daar hopen we de komende 25 jaar weer mee verder te kunnen. Maar een heleboel dingen zijn geregeld. We hebben de grond. We hebben de mogelijkheid van de gemeente gekregen om te bouwen wat we graag willen hebben. Maar het kost heel veel geld. En dat geld, dat draait het op het moment nog een beetje om. We zijn op allerlei manieren bezig om dat voor elkaar te krijgen. Er is bijna 2 ton mee gemoeid voordat het hele spulletje klaar is. En bij deze in een oproep, als er nog grote sponsors zijn die ons willen helpen, dan zijn die natuurlijk altijd welkom. En onze leden hebben zelfs ook al zo'n 35.000 euro bij elkaar gebracht om hierbij te leggen. Maar al met al is dat nog een probleem wat speelt. We kunnen pas starten als het financieel verantwoord is. En de eventuele sponsor die kan zich melden bij? De sponsor kan zich melden bij Jeu de Boule Vereniging De Teerling. We hebben een website www.deteerling.nl. Infoadres is hetzelfde, info@deteerling.nl. En ik ben altijd bereikbaar via het clubgebouw of via mijn telefoon. En dat staat allemaal op onze website vermeld. Een vereniging die volop in beweging is dus. Ook het dierenpark in Tiel aan de Nieuwe Tielseweg is niet meer weg te denken uit de Tielse samenleving. Ook weer een actieve vrijwilliger en u van het dierenpark in Tiel. Wat zijn hier de activiteiten? De activiteiten hier zijn het graven van een bak voor de lama en de alpaca. Daar komt zand in en omdat ze daarin dan kunnen rollen en dan raken ze hun, maken ze hun vacht mee schoon en anders rollen ze in de modder. En dan raken hun vacht helemaal juist verstopt, dus vandaar dat we die bak nu aan het maken zijn. Je hebt goede assistentie, heb ik gezien. Welke vrijwilligers zijn hier allemaal? Hier zijn een groep vrijwilligers van Warstein. Dat is een brouwerij in Duitsland. Maar die hebben een kantoor in Nijmegen. Dat was vroeger Allemans hier in Tiel. En die dames die vonden het leuk om hier in het dierenpark te helpen. Dus. Heel mooi. Nog andere vrijwilligers? Ja, het bestuur uiteraard. De burgemeester en een wethouder is aanwezig. Dus daar zijn we ook zeer verguld mee. NL Doet is een mooi iets, want daarmee krijg je een situatie dat, zoals hier, er moet iets gebeuren en dat moet zonder geld. En door NL Doet komen er mensen die melden zich vrijwillig om die klus te klaren. En daarmee help je een stichting of een club of een vereniging. Het is dus heel goed. En het college spant zich ook in. Hoe hebben jullie het vandaag aangepakt? Hebben jullie een verdeling gemaakt? Ja, we hebben een verdeling gemaakt.
de burgemeester en ik zijn aan het graven voor de lama's. We zijn de zandbak aan het graven, dat is blijkbaar nodig voor deze beesten. Ik weet dat mevrouw Verree van Amersfeld koffie gaat uitschenken. En de griffier weet ik niet. Ik weet wel dat de gemeentesecretaris en de heer Verspuy ook ergens aan het graven zijn. Aan het graven, dus ja. Jullie hebben echt in het grondwerk gezocht vandaag. Ja, we zijn echt serieus aan het graven. Ik moet eerlijk zeggen, dat voelen we ook. Het is echt stevige klei waar we in staan te graven. Nou, ook veel succes en veel plezier nog vandaag. Ja, dank u wel. Ook op zorgboerderij De Kei in Waddenooijen waren vele handen nodig om buiten het een en ander op te knappen. De versnaperingen die werden aangeboden door wethouder Driessen en Lisha Adouche van Mozaïek Welzijnsdiensten werden gretig in ontvangst genomen door de cliënten van de zorgboerderij. Zorgboerderij Kei zijn wij. En we hebben twee grote klussen voor NL Doet. Eén is de bestrating voor deze achterkant van de boerderij. Want het is één grote modderpoel altijd met regentijd. De paarden moeten er doorheen. We moeten er altijd elke dag een paar keer heen, doorheen om te voeren, de dieren te voeren. Je loopt helemaal kapot. Dus we hebben een enorme partij grindtegels gekregen van Camping Zennewijnen. Die heeft een paar terrassen opgeruimd. Die hebben we hierheen gesleurd. En dan gaan we een groot pad maken, die kant uit, naar de bloementuin, om het prieel heen een bestrating, zodat je ook met onze rolstoelklanten kunnen we daarheen. Normaal, we komen hier niet doorheen met die rolstoelen natuurlijk. En we gaan een pad naar links maken, naar de Gapen en de Geitenwei. We gaan om de Konijnenberg heen bestraten. We hebben nu zoveel stenen dat we nou echt een mooie paden kunnen maken en de modderpoel weer kwijt kunnen raken. Tot ziens. Ja, ook de zorgomroep Rivierenland, voorheen ziekenomroep Tiel, liepen we tegen het lijf. We zijn vandaag op pad allerlei klussen te bezoeken van vrijwilligerswerk. Maar mij is opgevallen dat ook de zorgomroep Tiel ook aanwezig is, ook vrijwilligers. Ja, zeker. Hoe benaderen jullie het vandaag? Nou ja, het is natuurlijk ten eerste ontzettend leuk dat we zien dat collega's van ons zo enthousiast bezig zijn om dingen te doen met elkaar en taken te vervullen, zoals u zelf ook straks al zei. Die normaal gesproken is daar dan geen geld voor. En ja, de vrijwilliger kan natuurlijk heel veel doen, vooral ook omdat de expertise van de vrijwilligers is zo ruim dat het natuurlijk heel geweldig is dat alles aangepakt kan worden. Dus wij vinden dit een heel geweldige dag. En nu zijn jullie al de hele dag al bezig met opnames te maken. En daar hebben jullie vast een bedoeling mee. Wij hebben daar uiteraard een bedoeling mee. Ja, je moet natuurlijk zorgen dat het feit dat mensen vrijwilligers nodig hebben, dat de vrijwilligers ook benaderd worden en weten van hey, daar is werk nodig. En dat vind ik leuk om te doen. Dus laat ik me aanmelden. Dus wij hebben dat in ieder geval op de website staan van de Zorgomroep Rivierenland. Dus onze organisatie. En verder is het iets wat vaak regelmatig bij Stads TV Tiel is uitgezonderd, delen daarvan. En je wil daar toch op die manier aandacht aan besteden. Wij zijn zelf dus als Zorgomroep Rivierenland ook altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers in het kader van technici, maar ook mensen voor de radio en presenteren. En er is zoveel in het bestuur. We hebben een nieuwe penningmeester nodig en er is zoveel te doen. Hoe meer mensen je krijgt, hoe meer leuke dingen je ook kunt gaan doen. Dus wat dat betreft, meld u aan en er is altijd wel iets wat te doen is. Vele politieke partijen waren actief tijdens NL Doet in 2016, zo ook de ChristenUnie. Zij staken de handen uit de mouwen bij de kleding- en speelgoedbank Clesteo. Wat we hier aan doen zijn bij Clesteo is de kledingrekken vervangen. En we hebben nu vanmorgen alle nieuwe kledingrekken al geplaatst. Nu is het lunchtijd en straks gaan we de kledingrekken stellen. De juiste hoogtes, dat we dus de kleding goed kunnen neerhangen. En dat is wat we doen. Je ziet dan nog eventjes de dozen op de achtergrond. We hebben hier alles op maat gezaagd. En dat is hartstikke leuk om te doen. En dat is het inderdaad. Leuk om te doen. Vele handen maken licht werk. Ruim 40 klussen zijn er geklaard tijdens deze editie van NL Doet in Tiel. Maar vergeet niet, eigenlijk zou het hele jaar NL Doet moeten zijn. Kijk eens om u heen. Er is vast wel een vereniging of instelling die uw hulp op vrijwillige basis goed kan gebruiken.